Horse Fighter. Boom! Hallo beste mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Mauri video. Ik ben vandaag in de stad en ik heb een aantal zaken nodig. Ik moet een aantal zaken regelen. Ik heb sigaretten nodig. Ik ga wat drinken kopen. En ik loop hier dus lekker. Lekker in het zonnetje. Het is een beetje koud vandaag. Dag mevrouw. Hoe maak je het vandaag? Het Mauri kartel is van start gegaan. Mauri vlog boekt progressie. Mensen, zoals jullie kunnen zien heb ik hier ook mijn horse fight shirt aan met een paard. Horse fighter, yeah, horse fighter. Ik loop hier dus wat. Hallo, hallo beste jongens. Hoi, alles goed? Ja, met jou? Ja, goed man. Waarom je kip, Joost? Oh, dit. Ja. Dat is mijn hoed, mijn kip. Maar waarom? Is dat een echte? Dat is een echte kip. Ja, het is een beetje koud vandaag, dus ik zet hem als hoed op. Lekker warm voor mijn hoofd, het is een beetje koud vandaag. What the fuck? Ben je in YouTube kanaal? Ja, Mauri vlog. Ben jij ook degene die zoveel saus gebruikt? Ja. Oké. Hoe? Mauri vlog? Hoe schrijf je dat? Dag meneer. Dag meneer. Hoe maakt u het meneer? Ja, uitstekend meneer. Holy shit, 1560, bijna 1700 af en heen. Ja, klopt ja. Ja. Wat is een mooie dag vandaag, hè? Ja, het is heerlijk. Het is fantastisch, hè. Hebben er wel eens mensen gezwommen in deze gracht? Ja, dat weet ik niet. Wij weten dat ook. Maar misschien moet ik dat maar een keer proberen. Ik ga even nou, nee, ik lijk het niet. Nee, ja, ik ga niet dat doen. Ik ga nu een pakje sigaretten kopen. Hallo jongens. Een lekker kip, je hebt een hoofd. Dit is inderdaad mijn kip op mijn hoofd. Dat is mijn nieuwe hoed. Ik heb het een beetje koud vandaag, dus ik heb het op ter verwarming van mijn hoofd. Oh zo ja. Mooie dag vandaag hè? Ja, zeker weten. Ik loop dus nu de premier heen. Ik heb een pakje sigaretten nodig. Hallo. Hallo. Zelf ja. Ja, daar komt het wel op neer. In één keer goed. Ja? Ja. Oké. Dat heeft u goed gezien, meneer. Ja. Bent u ook vrijgezel? Nee, al heel lang niet meer. Ik ben al heel lang vrijgezel. Dag mevrouw. Mag ik van u een pakje Camel Activate? Camel Activate? Camel Activate. Zou je die telefoon hebben? Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Mooie dag vandaag, hè? Ja. Dank u wel. Bent u de aanstaande bruidegom? Ik ben de aanstaande bruidegom. Nou, dan wens ik u veel geluk. Dank u wel. Ik wens u ook in veel geluk. Leven. Dank u wel. Nou mensen, ik heb dus een pakje sigaretten gehaald. En de meneer dacht dat ik aanstaande bruidegom was. En dat dit bedoeld is voor een vrijgezellenfeest. Heel leuk allemaal, maar ik ga nu wat drinken kopen. Horse fighter, horse fighter, yeah, horse fighter, horse fighter. Nou beste mensen, ik loop hier dus wat. Hé hey man, mag je wat vragen? Ik loop hier dus nu wat en ik ga een flesje drinken halen. Hallo. Nou beste mensen, ik ben dus nu in de Hema. Ik ga een pakje wat drinken kopen. Heerlijk. Thank you.
lekker wat drinken. Lekker een kip omhoog in de HEMA. Beter kan niet. Hallo. Hallo. Kan ik afrekenen? Ja hoor. Waar staat die ijs die? Oh hier. 1,75. Alsjeblieft. Dankjewel. Wat is een mooie dag vandaag, hè? Ja, zeker. Hoe is het nou om bij de HEMA te werken? Ja, leuk. Maak je veel dingen mee? Ja. Ja, wel veel hoor. Oké. Klanten. Sommige klanten. Ja. Ja, dankjewel. Geniet ervan. Dankjewel. Nou, beste mensen. Ik heb dus een flesje ijsthee gehaald. In de HEMA. Ik heb dit allemaal kunnen filmen. Ik heb het gewoon kunnen kopen. Ik word wat aangekeken door mensen. Maar dat gaat niet om. Het gaat om de kip. Het gaat om de kip. Mensen mogen toch ook lopen met een bont krijgen, dus waarom mag ik niet lopen met een kip op mijn hoofd? Horsefighter. Boem! Nou beste mensen, ik ga nu naar de koffieshop. Ik loop naar de koffieshop. Ik doe mijn kip weer van mijn hoofd af, want het is nu warm genoeg. Dus die kip kan van mijn hoofd. Het was lekker warm. Het is ook een mooie kip. Ik ben daar super blij mee. Dag mevrouw. Nee, niks. Dag mevrouw, hi. Mag ik u wat vertellen? Jawel. Ik heb een nieuwtje voor u. Ja? Wanneer een vrouw en een man samen de vuilnis buiten zetten, ja? Schijnt dat romantisch te zijn. Oh, oké. Okay. Dus ja, wat ik dacht. Weer wat nieuws? Ik dacht, ik zeg je even nou, een nieuwtje, dankjewel. Toch? Dankjewel. Oké. Okay. Super. Als een man en een vrouw samen de vuilnis buiten zetten, kan dat gezien worden als een romantisch iets. Dag mevrouw, heeft u een fijne dag? Ja hoor. Ja. Dit is toch prachtig? Machtig! Dit is het echte werk. Dit is nou beeldmateriaal. Horsefighter. Hallo. Hallo. Willen jullie nog wat zeggen tegen de kijkers van Mauri Vlog? Nee, dankjewel. Oké. Okay. Hele aparte kijkers, denk ik. Hele aparte kijkers. Hallo. Dag. Willen jullie nog wat zeggen tegen Mauri Vlog? Wie is dat? Mauri Vlog is mijn YouTube kanaal. Ja. En mijn vraag is, willen jullie nog wat zeggen tegen mijn kijkers? Oh, nou zeg even wat. Zeg maar even dag. Hoi. Dag. Dag. Vraag maar even wat hij op zijn hoofd heeft. Wat heb ik op mijn hoofd? Wat heeft hij op zijn hoofd? Een dode kip. Een dode kip, ja. En waarom? Ik heb... Waarom dan vaak? Omdat het een beetje koud is vandaag. Oh ja, nou dat is wel een logische reden, hè? Kijk, doeg! Dit was je boy Mauri. Ik heb weer andere dingen te doen. Mensen, bedankt voor het kijken. Zouden jullie hieronder in de comments een leuke reactie kunnen achterlaten over leuke opdrachten of leuke pranks? Mensen, bedankt voor het abonneren. Tot snel. Horsefighter.